Thank you.
bouwen om de route te maken. Wat dan? Kom dan. Wat dan? Ja. Eerst even voorstellen, ik ben Paul Scheffer, burgemeester van stad nummer 9, Harlingen. En ik heb zojuist de fakkel mogen aannemen van Wout Zijlstra. En dat is al een eer, maar ik heb een nog veel grotere eer gehad dat ik vanaf het gemeentehuis de hele tour heb mogen maken in dezelfde koets als meneer Reinier Paping. En dat is terecht dat wij nu 100 jaar Elfstedenvereniging vieren. En dat wordt gedaan met een aantrekkelijk programma. In alle mij in ieder geval een goed gevoel is om de fakkel over te dragen aan Vraneker. En daarom wil ik meneer Renier Paping vragen om nu op het podium te komen. Het is mij een grote eer om u de fakkel over te dragen, zodat u hem ook echt aan Vraneker kunt overhandigen. Ik ben nu al trots op Vraneker. Dat we de prachtige optocht, de grote opkomst. We zijn het waard om hier bij elkaar te zijn om de opening van onze maand van de Elfsteden, de 100-jarige bestaan van de Elfstedenvereniging, om dat op onze heel Vraneker wijze te vieren. Meneer Paping, hartelijk welkom. Reinier Paping zegt vanavond maar, want zo kennen we dat allemaal nog. Toen ik als een klein hupje nog bijna voor de televisie, die was nog wel heel erg zwart-wit ook, dat we daar de hele dag voor lagen om te kijken hoe je toch eigenlijk bijna zingend, maar dat was niet helemaal waar, de Elfstedentocht. En ik hoor van alle beroemde Elfstedenrijders, ze zijn hier ook, Reinier Paping, natuurlijk onze eigen J. van den Berg en Jan Uitham, die respectievelijk derde en tweede waren, ook in 63. En het zijn vrienden voor het leven geworden. Dat heb ik wel gemerkt tijdens onze koetsentocht hier naartoe, met al die prachtige fakkels en sterrenkiekers en dan wat muziek wat erbij hoort. En nu zou ik dan heel graag Reinier Paping uit willen nodigen om de feestmaand voor geopend te verklaren door het ontsteken van het vuur.